Hey, en leuk dat je naar deze gloednieuwe review. Dit keer vanaf Tilburg naar vanaf de Budget Canvas. Budget Canvas wordt al iets van 4, 5 jaar georganiseerd op het Laar. Daarvoor heeft het ook, de Euroscope zit, heeft het ook wel eens gezeten op het parkeerterrein. In ieder geval, deze stond eigenlijk totaal niet op mijn planning. Echt gewoon last moment hier naartoe gegaan. Want de lijst die er staat was eigenlijk gewoon redelijk hetzelfde als de afgelopen paar jaar. Maar tot opeens filmpje van Zwira Zwaaien voorbij kwam vandaag. En er staat nu in één keer een Calypso hier, die eigenlijk nooit Limburg verlaat. Ofwel, er staat gewoon een attractie hier die eigenlijk zeldzaam op de andere Nederlandse kermissen komt. En dan heb ik het nou over de Power Machine, zoiets, of de Supermachine van Wijnands. Wijnands staat bekend om de Muziek Express, ofwel Rupsbaan, die hartstikke goed is. Die je tevens ook op de zomerkermis zal gaan staan. Weer. Dus nou, zo goed heeft Nicky Wijnands het gedaan. Complimenten. Maar ja, het is gewoon een hele mooie en een goede Rupsbaan. Oké, het is wel een kleine, maar het is wel een steengoeie. Had een hele goede rit als je erop zit. Maar ik neem jullie een rondje mee hier op de budgetkermis, op het Laar. En ik zou zeggen, geniet van deze leuke review. Hier vanuit Tilburg, vanaf de budgetkermis. Zaakje die we toevallig nog in een zwart broek hebben gezien. Dat was namelijk op de winterkermis in Groningen. Leuk dat ze hem hier hebben uitgenodigd. Dus dat we hem nou voor de tweede keer tegenkomen. En dan daar de bulldozer sinds kort onder Valen. En niet meer onder Rolls van Essen. Oh, wat kan jou dat schelen? Zing maar dat te velen. Nou, zo gaan we richting de hurricane toe. Ja, ons moederzee nog. Doe dat nou niet. Nou, waarom zou ik het niet doen? Dit is nou de hurricane. Rijst onder Brouwer en Van Reken. Komen op heel veel verschillende kerst tegen. Het zijn altijd wel leuke attracties om te doen. Helaas staat het stil, maar het is ook kei rustig nu. Helaas, kun je niks aan. Want er is namelijk voor straks regen voorspeld. En dat schrikt wel misschien wel mensen af. Maar dit is echt een hele leuke zaak om te zien en om te doen. Omdat je hem zo extreem jezelf kan maken als je maar wil. Ofwel de Hurricane van Brouwer en van Reken. En zo gaan we door richting de DK-sex van Nederland. Nou, dames en heren, blijkbaar gaan we hier helemaal in de klote toe. Want het is namelijk de Decadence. Een type Stardust, gebouwd bij Nauta Buzzink en rijst onder Frank Palen, junior om precies te zijn. Voor het laatst dat we deze nog hebben gezien en hebben gedaan, was op de voorjaarskermis in Bergen op Zoom, of op de paaskermis. En dames en heren, je moet er nou niet zo recht van staan te kijken, dat er in één keer heel veel zaken van Palen gaat tegenkomen. Ofwel, dan heb je het van Frank, van de zoon van Frank, de vader van Frank. Want dus nou een kermis die wordt georganiseerd door de familie Valen. Altijd leuke, mooie kermissen. En soms wel eens verrassende kermissen. Omdat er al een keer zaken staan waarvan ik die nog niet heb gedaan. Maar in ieder geval, dit is een hele leuke street dancer om te zien en om te doen. Sowieso lekker als Frank erachter zit.
als hij de knop gebruikt, dan heb je wel echt de beste retentieus. Maar zijn vrouw kan er ook wel wat van hoor. Heb ik gemerkt, een bergen of zo. Dan hadden we geen rit van Frank, maar van de vrouw van Frank. En als die met de knoppen bezig is, dan zeggen we het echt u tegen. Maar het ding wat me opvalt, is namelijk dat de kruiskappen het nou wel doen. Dus ja, in Bergen op Zoom was het wel bijna, maar nu doen ze het als het goed is allemaal. Dus het is alleen maar mooi dat ze weer verder gaan met ontwikkelen en doorzetten. En dan hebben we hier nog de jumbo-molen van Stroeke. Want je ziet, ze zijn de vader van Peter Stroeke. En is een Flying Elephant, gebouwd bij Comax Plus uit Tsjechië. En zo gaan we door richting de volgende zaken. En dan gaan we richting de Walking Street. Maar ja, dames en heren, voordat we richting de Walking Street toe gaan, gaan we eventjes terug naar de Decadence. Daar heb ik namelijk vergeten mee te pakken. Want namelijk in Bergen op Zoom, als je het goed kan herinneren, was de kassa van de Decadence helemaal wit. Nu is hij helemaal opnieuw gestickerd. Nou, echt waar, complimenten aan de kunstenaar van deze mooie paintings. Want de kassa ziet er weer heel erg lekker mooi en fris eruit. Ofwel ook Frank Valen, mijn complimenten voor de bestikkering op de kassa. Het ziet gewoon weer lekker mooi, netjes en fris eruit. En zo gaan we echt door richting de Walking Street van Dauphin. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog de Walking Street. Reis van Dauphin, voor het laatst nog een berg op zo'n gezien. En dat is een funhuisje gebouwd bij Ecobo. Dan gaan we door naar het midden en dan komen we tijdens de Crazy Machine tegen van Wijnand. Dit is de eerste keer dat ik hem tegenkom. Het is een Calypso-achtige attractie. In ieder geval, volgens mij echt volledig zelfbouw. Want dit wordt echt op een hele aparte manier aangedreven. Want zo heb je onder elke kruis drie wielen die over een rail heen rijden. En waarschijnlijk vanuit die wielaandrijving zitten tandwielen die dan de schijf aandrijven waar de rollers op zitten. Nou, hier gaan we sowieso even een rondje op maken, alright, deze opkijk. Er komt dus later op de YouTube-kanaal, Discos Community Online. En ja, deze komt dus eigenlijk alleen maar voor in Limburg. En verder dan Limburg komen ze niet. Dus ja, dat is heel erg uniek dat je dit tegenkomt verder in Nederland. Dus ik zou zeggen, geniet alvast. Nou, over een tijdje dan van de rit en show van de Crazy Machine van Wijnand. En Calypso, zelfbouw. En dan hebben we hier nog de X-Factory, Rijsland en Shufflebottom. Tevens Boesveld, van veel verschillende camps gezien. Is die gezien, dan wel gedaan. Het is een wipje gebouwd bij KMG uit mooie Neden. Maar het leukste is, deze heeft nog aquapunt erop zitten. En dat maakt deze heel erg uniek. Het kan zijn dat er vanavond nog aquafun van boven gaat komen als het gaat regenen. Maar dat willen we niet te zeggen, ook al is het wel voorspeld. Maar het is toch wel een leuk tipje om te zien en om te doen. Ofwel de X-Factory van Shovelbottom, tevens Bushveld. En zo gaan we naar Viva Las Vegas. Viva Las Vegas van Ariane. Van de X-Factory komen dus aan in Las Vegas. In ieder geval, het is een glazen dorp, reizen om de Ariaans. In ieder geval voor het laatst nog gezien op Den Haag op de Koningskermis, ofwel de Haagse Koningskermis. En die is toch wel altijd wel een van mijn favoriete glazen doorlopen om te doen. En kom er tegen, loop er lekker rondje doorheen. Ofwel, viva Las Vegas, viva Las Vegas van Ariaans. En dan komen we daar nog de Coasthouse tegen. Reis van de Smit, ook voor het laatst nog gezien op de Haagse Koningskermis. Hebben we een rondje gemaakt en ik vind het front nog steeds heel mooi eruit zien. Het is een spookhuisje gebouwd bij Van Bootje, als ik het goed heb. En ja, ik heb nog jullie beloofd, als het daglicht is, dat ik hem nog een keer ga doen. Want toen ik hem in Den Haag deed, was het avond en kon je niet echt goed zien wat het nou in het dak, zeg maar, hier bij deze bocht. Dus ja, we gaan lekker nog een keertje doen. Ofwel de Coasthouse van Smit. En als het aan mij ligt, is het wel een van de mooiste voorfronten die we op een normaal spookhuis hebben. En zo gaan we door richting de laatste zaak, helaas alweer.
En dan gaan we naar Kegelen toe, die we nog in België hebben gezien. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog die Jungle Express reisje van de Oriaans. Voor het laatst nog in Bergen op Zoom gezien op de paaskermis. Een soort van pirate coaster, zou ik zeggen. Ja, in ieder geval, het is echt een hele leuke, gedecoreerde, gethematiseerde ja, kinderachtbaan voor de hele familie. Ik heb zelf een rondje opgemaakt een paar jaar geleden. Maar het is gewoon een hele leuke om te zien en om te doen. Sowieso echt leuk voor de kids. Ofwel de Jungle Express van Ariaans. En dan hebben we hier nog de Kegelen reizend onder Roels. Voor het laatst gezien, ja, dat was in Aalst op de winter voor. Nee, niet Aalst. Hoe kom ik daar weer bij? Sorry, excuus voor het ongemak. Voor het laatst nog gezien in Halle. Op de kermis carnavalsvol. In ieder geval, het is een leuke funhouse om te zien en om te doen. Ja, blijkbaar doet hij dus nou ook op Belgische kermissen, deze Kegelen. Dat was volgens mij door de zoon is overgenomen, maar dat heb ik even niet moeten zeggen. In ieder geval, ja, deze komen dus ook op Belgische kermissen tegen. Dus sinds kort, dus ook op Belgische kermissen. En dan hebben we hier nog een poffertjesalon die we op de nostalgische kermis in Tilburg hebben gezien. Op de zomerkermis. En zo draaien we door, richting op hoge snelheden, richting Brandenaar. Ja, dat is weer zo. Gaan we op hoge snelheden richting de Speedback, de Vrijstam en Brandenaar. Een type speedbooster gebouwd bij KMG, tijdens prototype. En voor het laatst nog in Rotterdam gezien op de Schiehaven. Ja, daarna ben ik naar Alphen aan de Rijn toegegaan. En daar heb ik de nieuwste speedbooster van Nederland gedaan, die onder de Witte reist. Ja, en vanaf dat moment dacht ik van, ja, die is toch een tikkeltje mooier, als ik hier ook mag zeggen, qua uitstraling. Deze ziet er heel erg wits eruit. Eigenlijk zoals de Extrem die we in Duitsland hebben rondreisd van Karabach. Maar die van Karabach die is weer echt mooi in bestikking aan het gaan. Ik hoop dat ze dat hier ook doen op de paal en op de armen. Dat ze mooi gaan bestikkeren of mooi gaan spuiten. Maar ja, de speedbooster van de Witte die we in Alphen aan de Rijn hebben gedaan, vind ik toch persoonlijk wel de mooiste van Nederland. Oké, deze heeft wel een hele mooie voorvloer met kassa, maar het gaat ook een beetje om de attractie zelf in plaats van de voorvloer. In ieder geval, zo gaan we door richting de laatste zaken dan weer. Ja, dames en heren, dan hebben we hier nog de hele swing reizend onder de Vries. Voor het laatst nog in Enschede gezien. Een hele leuke kindercarousel. En dan hebben we hier nog de mini-racebaan reizend onder Bosken en Lutjes. Ook voor het laatst nog in Bergen op Zoom gezien. En dan gaan we richting de rustbaan en richting de autoscooter. En ja, dames en heren. Zo hebben we hier dan nog de Speedway reizend onder Rademakers Vermeulen. Volgens mij vorig jaar voor het eerste keer na lange tijd gezien en weer gedaan. Volgens mij zijn ze verder gegaan met verlichting. Maar zo zitten hele kleine moving headjes op een roterend schuifje. Ook hele kleine moving heads in het dak. Volgens mij die rand, nou ja, die is ook helemaal opnieuw in de led gezet, maar dat durf ik even niet te zeggen. Omdat het ongeveer alweer een jaar geleden is dat ik hem voor het laatst heb gezien. En die sterren zijn volgens mij ook helemaal in de led gezet. Nou, in ieder geval vorig jaar, op het najaar, ergens in de buurt van Amsterdam of richting Volendam toe, hebben we hem na een lange tijd weer gedaan. En daar kan je dus de onrijd en onrijd van terug zien. Ook weet je helaas even de plaatsnaam niet meer waar die stond. Maar daar stond tevens ook de breedtes van Lake bij. Zo draaien we door richting de laatste zaak. En dan gaan we richting de nieuwste generatie. Wel, New Generation uitscooter. En ja, dames en heren, van de Speedway. Rijden door richting de laatste zaak. En dat is tevens de New Generation uitscooter. Wij staan in Vennekamp. Ja, die komen sowieso altijd wel hier op het laag tegen. Ja, is niet op het laag. Dat kan wel in Hilversum zijn of op andere kermissen. Maar tevens is dit een uitscooter gebouwd bij Bertazzo uit mooie Italië. Ja, deze staat nu al kleine 2-3 jaar op deze plaats.
En zo zijn we het rondje rond hier in Tilburg op de Budget Kermis. En gaan we helaas weer de review afsluiten. Ja, dames en heren, het was de Crazy Machine van Peter Wijnands hier op de Budget Kermis Rust Elektrij. Ga ik daar eens van jullie afscheid nemen. In ieder geval, ik weet van nog dat ik in de review zei dat het zelfbouw was, maar dus niet. Het is gebouwd bij Loenen, of van Loenen. In ieder geval een bouw die mij totaal echt onbekend is, maar waarschijnlijk in Limburg wel bekend is. Maar ja, hij komt eigenlijk ook gewoon als alleen maar in Limburg of aan de grens van België, Brabant, tevens Limburg. En voor de rest, ja, is alleen maar eigenlijk in Limburg te bewonderen. Dus het is echt heel leuk dat de familie Balen deze last minute heb uitgenodigd. Dus dat zijn altijd wel leuke verrassingen voor mij, die ik eigenlijk dan soms nooit zie aankomen. Maar deze probeer ik al heel lang te zoeken, maar dankzij de familie Balen dat ze deze hebben uitgenodigd, kan ik het eindelijk kunnen doen en het echt kunnen zien en aanschouwen. In ieder geval, deze review was eigenlijk onverwacht. Het stond helemaal totaal niet gepland. Maar komend weekend gaan we naar Geilenkirchen toe, naar de Pinkstermarkt. En dan in de avond richting Maastricht naar het Vrijthof. Of dan zou ik zeggen, tot komend weekend vanuit Duitsland, tevens Maastricht vanaf het Vrijthof.